keuringen van fokvee is niet alleen iets voor de grote mensenwereld. Want in Bronkhorst hebben ze er inmiddels een traditie van gemaakt om voor kinderen een kalverkeuring te organiseren. Nu had ik nog een rode loper van een paar weken geleden in de wagen liggen. Die rollen we zo even uit voor een echte kalverparade. En Britt, jullie zitten bij de Kalveren Opfokclub. Wat houdt dat in? Je gaat met een kalfje doen je wedstrijd. Dan moet je goed voorbereiden. Ja. Het gaat erom dat je met een kalf kunt lopen, een rondje. Dat hij schoon is, dat hij goed luistert. Daar krijg je punten voor. Ja. En dan heb je een eindkeuring. En Britt, betekent dat ook dat je vooraf al voor het kalfje zorgt een aantal maanden of dat ja, niet? Ja, jawel. Je kunt hem af en toe gewoon wassen en ook gewoon aaien, borstelen en oefenen met lopen en ja. Die dingen. Het zijn wel echt schatjes. Hè? Heeft jouw kalfje ook een naam of is dat heel raar? Ja, nee, de echte naam is Golden, maar ik noem hem eigenlijk Goofy. Goofy? En waarom Goofy? Ja, ik vond dat gewoon een leuke naam. Oké, okay. En die van jou? Clara. Clara. Oh, dat is wel echt gewoon de standaard koeiennaam, of ja. Niet? Okay. En zijn dit dan ook jullie eigen kalfjes van jullie ouders? Ja. Ja. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb de rode loper meegenomen. Gaat dat lukken, denk je, over die rode loper heen? Of vinden ze dat niet spannend? Ja, het zou wel spannend zijn, maar ik hoop dat het gaat lukken. Zal ik Goofy een beetje aanduwen? Helpt dat? Ja. Er is geen beweging in te krijgen. Ja, goed zo. Hoop zo. Het mag duidelijk zijn, die rode lopen vinden ze helemaal niks. Die halen we lekker weg. En dit gewoon met de ouderwetse groene loper. Nou, maar dat is ook heel knap, dat je hem gewoon even kan laten liggen. We gaan nu voor het echi, ja. Met jury erbij. Wat moeten ze precies doen? Ze moeten eerst naar de jury toe lopen, dan moeten ze hem opstellen. Dan kijkt de jury of dat goed is en dan lopen ze een rondje. En dan komen ze weer bij de jury en dan kijkt de jury of hij goed schoon is. Dan kijken ze in de oren, naar de benen en onder de buik. Geef niks, laat maar lekker liggen. Wat is het eindoordeel? Met de oefenen en met lopen, dat kan nog iets beter. Maar verder, ja, het is fantastisch voor schone kalfjes. Maar dat komt ook een beetje door ons volgens mij, dat het lopen allemaal een beetje spannend ja, is. Het is allemaal spannend voor het kalf en voor het kind. Ja, precies. Nou, zo is het ook. En ik snap het eigenlijk wel om eerlijk te zijn. Weet je, zo'n grasveldje, het zonnetje erbij, ik zou ook gewoon lekker gaan liggen. Dames, bedankt hè. En succes. Dankjewel. Doeg!